Ik ben zo niet volledig op mijn camera. Oké. Ga je een mooie aftermovie van maken, hè? Vandaag, gisteren ook en morgen ook, voor een deel toch. Gisteren en voor een deel toch morgen. En vandaag komt Geert Wilders langs in Dordrecht. En dit is dus Geert Wilders, voor mensen die hem niet kennen. Winnen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Minder! Dan gaan we dat regelen. Geert Wilders is een heel rechtse politicus, niet zo geliefd bij de meeste mensen. Maar hij doet wel wat hij heel geliefd is. En je zijn al internetgekkies, zoals we die kennen van internetgekkies op YouTube. Voorbij gelopen, die zo helemaal gek worden, want... Daar... ...staat P van de A om te tegen protesteren. Dus het wordt een prachtige dag, denk ik zo. Hier in Dordrecht. What the fuck is this? Fundamentalistische christenen is dat? Ja, dat dacht ik al. Zo tegen ISIS onder de christenen is dat. Goed. Hier is de hardcore geworden, zeg maar. Gabberhuis en zo, dat soort dingen. Dit? Ja, dat is hier van. Dit is dus het Gabberhuis. Zou je wel iets zeggen eigenlijk, hè? Huh? Zou je wel iets al zeggen? Of het een Gabberhuis was? Hier is het Gabberhuis begonnen, zeg maar. Marktzicht. Ik wil ook nog varen in een bus. De bus daar, die vaart toch? Ja, maar dan wel een bus. Is dat een bus? Ja. Kei zonde. Ga je zelf maken of zo? Ja. Echt. Je kunt een selfie maken. Ja.